man Etienne is al een hele ruime tijd ziek. Hij heeft MS en is zeer beoefend. En we willen ook dat hij toch wel jaren nog thuis kan verzorgd worden. Ik ben via te weten gekomen dat er iets bestond als zorgvergoeding. We waren heel blij toen we dat hoorden en we kunnen dat toch wel goed gebruiken. Wie in aanmerking komt voor de zorgvergoeding zijn zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden. Het is een vast maandelijks bedrag, dat is €130 en is een Vlaams initiatief van de Vlaamse overheid. Dat is eigenlijk een bedrag waarmee dat de niet-medische kosten kunnen worden gedragen. Een zorgvergoeding kan je aanvragen via het formulier aanvraag voor tegemoetkoming mantel- en thuiszorg. Nu, de zwaarzorgbehoevendheid moet wel worden aangetoond via een attest. Werd je zorgbehoevendheid al vastgesteld door een instantie, bijvoorbeeld door de dienst gezinszorg, door de thuisverpleegkundigen of door een aanvraag tegemoetkoming hulp aan bejaarden? Zo ja, dan volstaat het om het attest toe te voegen aan het aanvraagformulier. Deze instanties brengen je meestal zelf op de hoogte van je zorgbehoevendheid. En als u in aanmerking komt voor de zorgvergoeding, dan neemt ze met u contact op. Beschik je nog niet over zo'n attest en denk je in aanmerking te komen voor de zorgvergoeding, dan vraag je dit best zo snel mogelijk aan. De zorgkas zal in overleg met jou een instantie aanduiden die uw zorgbehoeftijd gaat vaststellen. Dit gebeurt via de Belrai-screener. Dat kan bijvoorbeeld een indicatiesteller van de dienstmaatschappelijk werk van CM zijn. Als indicatiesteller werk ik voor het dienstmaatschappelijk werk. Mijn functie is eigenlijk om zo objectief mogelijk een zorgsituatie in te schatten van mensen. Dit doe ik aan de hand van vragen die ik stel, een gesprek dat ik voer met de betrokkenen zelf en eventuele mantelzorgers aanwezig. Nadat de zorgbehoevendheid is vastgesteld door de indicatiesteller, ontvangt de zorgkas deze beslissing. De zorgkas gaat dan beslissen of de persoon al dan niet in aanmerking komt voor de zorgvergoeding en de personen zelf worden per brief verwittigd. Als de beslissing negatief is en je gaat hier niet mee akkoord, dan kan je een bezwaar indienen. Alvorens deze stap te zetten, bekijk je dit best eerst met de contactpersoon van CM om na te gaan wat de reden van niet toekennen is en andere mogelijke stappen die kunnen gezet worden. Is de beslissing positief, dan wordt de vergoeding van €130 maandelijks uitbetaald op je rekening.